De Nederlandse economie is met 0,1% gegroeid. De krapte op de arbeidsmarkt bleef gelijk en er kwamen 24.000 banen bij. Dat zijn de belangrijkste economische cijfers van het tweede kwartaal van 2025. De groei van de Nederlandse economie is vooral te danken aan de investeringen. Ook de consumptie van de overheid droeg positief bij. De consumptie van huishoudens en de handel met het buitenland hadden een negatief effect op de economische groei. Bedrijven en de overheid investeerden het afgelopen kwartaal vooral meer in transportmiddelen zoals schepen en vliegtuigen. In de bouw werd minder geïnvesteerd. Gecorrigeerd voor inflatie gaven consumenten minder uit in de horeca, aan kleding en aan recreatie. Bij de bedrijfstakken zorgden vooral de industrie, de zakelijke diensten en de overheid en zorg voor groei. De financiële diensten, de bouw en de handelvervoer in horeca hadden een negatieve bijdrage. Er kwamen 24.000 banen bij. Die groei gold alleen voor banen van werknemers, want het aantal zelfstandigen nam af. De grootste banengroei was bij cultuur en recreatie, zakelijke diensten, uitzendbureaus en de zorg. In de ICT en in de industrie nam het aantal banen af. Zowel het aantal werklozen als het aantal vacatures daalde licht, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt gelijk bleef. Voor iedere 100 werklozen zijn er nu 101 vacatures.